Moet je voorstellen dat je ergens binnenkomt en wel alles ziet, maar niet het geheel overziet. Dat je in een woonkamer binnenkomt en wel een videorecorder ziet, een schilderij aan de muur, een bank, maar dat je niet herkent dat het een woonkamer is. Dat weet je ook niet hoe dat je je moet gedragen. Dat is één beeld. Een ander beeld, denk ik, is, je moet je voorstellen dat je in plaats van een gewone bril, dat die bril een verrekijker is. Dat je die opzet. En dat betekent dat als ik nu naar jou kijk, dan zie ik geen mens zitten, maar dan zie ik een neus, dan zie ik daar een oor, daar een haarlokje. En dan wordt het bijzonder moeilijk om met jou om te gaan, omdat ik het geheel niet te pakken krijg. Als ik in een ruimte binnenkom, dan zie ik ook al de details. Ook als ik in een ruimte binnenkom, dan gaan mij altijd zien kijken, omdat ik alles, om alles op te nemen. Ik kom ook in een ruimte binnen dat ik dat in één oogopslag zie. Ik zie alles apart. Ik ga ook de fotootjes in bang zien. Als er ergens een netwerkdraad loopt, dan ga ik die zien. Ik ga ook al de patronen bekijken. Als er patronen zijn, als er tegels in een patroon liggen, dan ga ik daar veel naar kijken. Meestal word ik niet zo afgeleid, maar het kan wel zijn soms dat ik zo afgeleid ben door patronen, omdat ze er niet zijn, dat ik even uit gesprek ben. Vroeger waren in mijn huis waren er tegels die zo nogal wel wanordelijk lagen, die niet in een patroon lagen, en dan keek ik er altijd naar. Nu zijn die gelukkig weg, maar nu kijk ik soms wel naar de knoppen in mijn planken. Est-ce que Cédric est hypersensible au bruit? Oui, oui, ça, oui, ça. Et quand on lui parle ou qu'on veut chanter avec lui, il bouge ses oreilles, c'est tout. Mais ça, il détecte tout. Tout en musique, partout. Ça, c'est la chose de Cédric. Mais il n'a pas le bruit ou... Il en fait lui-même du bruit. Mais quand c'est un autre qui fait du bruit, il bouge ses oreilles. Chanter n'importe quoi. Quand il était petit, dès qu'on sortait en rue, un gros camion passait ou un bus passait, il poussait un cri strident, quoi. Et alors, petit à petit, ben, j'ai dû lui dire, Pierre, il y a un bus qui va passer, allez, ne crie plus, me donnez la main. Alors, il se retenait deux, trois fois. Et puis, la quatrième fois, ben, ça explosait, quoi. Straks was, dacht ik, Clovis, met zijn hand op de tafel aan het kloppen. Waarom was dat? Ik denk dat het voor hem te luid ging dan. Dat hij echt wel wilde dat het stil was. En bepaalde factoren die hem storen, als hij door zijn geklop die overstemt, dan heeft hij daar geen last meer van. En dan heeft hij onder controle wat hij hoort. Want dan heeft hij het hoogste woord bij manier van spreken. Ik kan het niet doen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uitleggen waarom die gordijnen ervoor hangen? Wel, als dat zo blijft staan, dan zie ik al die ruggen van die boeken. En er zijn nogal veel boeken. En dat leidt mij nogal af en dat zorgt voor verprikkering. Dus met die gordijntjes dicht, is dat veel minder. Dan heb ik daar geen last van. Mensen met autisme worden vaak overspoeld door prikkels. Opnieuw. Als je de context niet kan inschatten, komt alles binnen. En dan moet je je bijna voorstellen als dat je in felle zonlicht kijkt, tegelijkertijd in een koelkast zit waar het verschrikkelijk koud is, met een broek die knelt en schoenen die knellen en met een koptelefoon op waar aan 100 decibel geluid binnenkomt. Dat is een beetje overdreven, maar dit is vaak wat mensen met autisme wel meemaken. Dat als het ware de filter niet werkt en alles veel sterker doorkomt. Maar de filter kan ook compleet dicht zijn. Dat zien we soms ook bij mensen met autisme. Dat ze als het ware niet reageren op bijvoorbeeld moeder die het kind roept en daar niet op reageren, omdat dat kanaal dan afgesloten is. Omdat iemand met autisme dan bijvoorbeeld heel sterk bezig is met enkel het kijken. Dus het doseren en het filteren van al die kanalen, dat is iets wat voor veel mensen met autisme moeilijk is. En ja, dat kan zelfs zo ver gaan dat iemand gevoelloos is voor temperatuur bijvoorbeeld.
gevoelloos voor temperatuur of net overgevoelig voor temperatuur. Beide kunnen voorkomen en dit moet vaak, denk ik, tot stress leiden bij mensen met autisme. Temperatuur, dat is een van de niet-problemen die ik wel heb. Ik zeg niet-problemen omdat ik daar zelf geen probleem mee heb, omdat ik geen verschil voel tussen min 5 en plus 35 graden. Ik voel daar geen verschil in. Ik kan putje de winter eigenlijk naar buiten gaan en ik voel daar geen verschil. Je hebt nooit koud of warm? Nee, ik ben geboren met een airco, denk ik. Maar ik krijg dan achteraf wel de verkoudheid. Maar ik heb het gevoel dat de boodschap niet in mijn brein toekomt. Zweet je dan niet soms? Ja, ik zweet. Dat heb ik allemaal. En ik zweet wel, ik voel dat wel, maar ik heb geen warmte of geen koude. Normaal gezien moet je daar een verschil in voelen. En ik voel dat niet. Faire attention au poil aussi, parce qu'il n'a pas de sensation à la douleur. Sensation à la douleur n'est pas la même que la nôtre, donc on doit toujours faire attention qu'il ne s'approche pas trop. Ik denk, maar dat vind ik nog altijd iets heel moeilijks, dat hij heel sterk afgaat op mijn stem en eigenlijk op mijn geur. Eigenlijk als baby was dat enorm. Achteraf ontdekt dat hij eigenlijk op de geur afgegaan is. Wat? Want hij was eenmaal alleen maar rustig als... Als hij heeft dus... Bij u, allee, als ja. Constant als hij bij u was, was hij niet aan het ween. We legden hem dan bijvoorbeeld in zijn bedje, was hij constant aan het ween, totdat ze een keer haar t-shirt uitgetrokken heeft en bij hem gelegd heeft. Hij ging dus altijd in een draagzak bij mij op mijn buik, maar ja, je kunt dat niet... Constant dat was niet, eigenlijk was dat zo en goed als constant. Geworden. En ik moest hem een keer neerleggen, maar hij had mijn t-shirt vast en ik deed hem uit. Dus ik sep en al, dat was dan met draagzak en al, hop, heel de boel in zijn wieg met mijn t-shirt erbij. En hij sliep gewoon door. Hij was toen een maand of 4 en hij had nog nooit niet doorgeslapen. Zo, hem neerleggen en gewoon verder slapen. En toen deed ik dat regelmatig, zo'n vuile t-shirt van mij, zo echt wel mijn vuile was bij mijn zoon smijten. En dan sliep hij door. Dus die geur van mij, dat stelde hem toen gerust.